wandelen. Ik ga nu naar Madrid en ik ga nu boarden. Nou, van dit weer naar 36 graden, mensen. Doei! Welkom in mijn kamer. Eens even kijken, ziet er lekker groot uit. Wat hebben we hier? Oh, maar leuk, mijn hakkentas. En een persoonlijk briefje, fruit en wat zou dat zijn? Chocolata of niet? Hallo, dit is Mark. Hi. En we gaan even Madrid onveilig maken. We zijn nu duidelijk bij de gay street, moet ik het noemen. Wat was het ook? Hoe heet het ook weer hier? De erotische straat. Oké, dat klinkt leuker. Kijk, allemaal vlaggetjes. Doe even een rondje. Allemaal voor de gay parade vanavond. En ja, ik weet niet waarom Michelle Obama hier is, maar misschien wel voor de gay parade. Ik ben nu in een of andere kerk. En daar wil graag iedereen begraven worden. Nou, dat is een heel verhaal bij deze mystery tour. In ieder geval, hier liggen dus al die mensen begraven waar je dan gewoon overheen loopt. Scary Larry. Kathedraal de la Almudena. Daar waren we dus onder de grond. We zijn nu aangekomen bij M&I, dus de beurs begint. Dit is een beetje wat het is allemaal. En ik kom nu aan bij Papendal. Hotel Papendal. Nou, ik ben heel benieuwd. Vertel maar meiden. Ja, nou eigenlijk de reden waarom we dus hebben gekozen, joh, iPads kijken, doen we al de hele dag. En omdat we als Papendal ook een hotel en natuurlijk een congrescentrum zijn, zijn we eigenlijk ook de kweekvijver van allemaal Olympische atleten. Dus vandaar dat we voor deze atletiekbaan hebben gekozen, zodat we ja, ons unieke punt kunnen uitlichten. En dat is sport. We hebben een heel verhaal gehoord over het plein. En nu gaan we het hol van de stier in. Zo gezegd. Oké, het is wel breed, dat bedoelde hij dus. Gewoon helemaal er doorheen. En nog één. We zijn nu in een stierenbron café. Dit is gewoon echt wat ze normaal dragen. Hij is loodzwaar. How heavy is it? How many kilos? I think like 5 or 7. It depends. I don't know how much is this one. Olé! We zijn nu bij Real Madrid. Met de limo. En we gaan via de zijkant naar binnen. Zonder dit kom je niet binnen. Ben je al in de deze zijn wel, sorry? Hier ben je al in de jaren 80. De jaren 80 zijn we nu, aha. Ik ben blij dat ik ook uitleg krijg. We gaan daar, hier op de middenstip gaan we eten. We hebben geen idee wat, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Een mini macaron. Altijd hetzelfde. Ik heb geen hotel geregeld voor vanavond. En nu ga ik dus weer zo omkleden. Op de wc. En dan ga ik nog iets regelen. Ik ga even bij de pool chillen. En dan ga ik proberen een kamer te regelen voor vanavond. Erg goed. Zelfs in de schaduw is het 41 graden. We gaan zo naar de Gay Pride kijken. Ga je mee doen? Dat is niet gezellig. Nee. Nee. Wil jij niet in je pootje? Nee. Ik heb geen zakken erin. Je hebt een roze string eraan. Maar kijk eens hoe druk het is. Gezellig. Dus we gaan zo eens kijken wie er allemaal gezellig in hun naakje gaan rondlopen, was het toch? We zijn nu bij Gay Parade in Madrid. Gezelligheid hier. Dank u wel.
was het goed. Botellon aan het doen. Hier is een leuke club boven, geloof ik. Oh, dat is niet te zien. Maar het is druk, 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 druk. Dus ik heb een plek gevonden gisteren, toch nog. In, uiteindelijk. Dus ik hoefde niet op straat te slapen en zo. En echt zo lief natuurlijk. Hij heeft me hier laten slapen. En daar ga ik dus heen vandaag. Ik hou echt van koud surfen. Ik ben nu een Domingueiro. En dat betekent dat je hier op zondags komt zo, dus in je jurkje en slippers. In plaats van dat je gaat hiken, wel deze manier dus. Dan kom je rond de uur of 12 aan in plaats van 7 uur 's ochtends. En we zijn nu in Cotos. En moet je kijken hoe mooi. Hierachter heb je dus de bergen. Daar gaan we heen. Hij is dus normaal wat actiever, zei hij, om 7 uur 's ochtends. Daar ben ik niet zo van. Oké, okay, soms wel. En hierachter, nou, dit is echt heerlijk. What you wanna show? Dus, deze gast hier, het is echt zomer, 28 graden en hij heeft dus winterbanden op zijn auto. Waarom, waarom, waarom? Por qué? Always ready, you know? Always ready. You never know when the snowstorm is coming. In August, I'm ready, you know? Everybody else is ready. Cool. Oké, dit was echt weer zo'n selfish actie, want ik dacht, ik heb slippers aan. Maar hij heeft gewoon sportschoenen aan natuurlijk. Dus daarom zei hij, kunnen we niet gewoon de brug nemen? Dus hij zegt, tuurlijk, de avontuurlijke weg met sportschoenen aan, terwijl jij slippers aan hebt. Dit is gewoon een brug daar verderop, hè? We halen gewoon vers water. Bedankt allemaal voor het kijken naar NN in Wonderland. Nog even wat eten gehaald met gearriveerd. Chicken spot. Waarom niet? Beefburger en een smoothie. Doei, tot de volgende keer.